Hallo, Wegman hier weer, met deel 2. We gaan even kijken naar Inkpaint. Het is een gratis app, moet niet zijn programma, het is een app, dat je in de store gewoon kunt downloaden. Dat zou ik ook absoluut doen. Ik kan alleen maar een paar simpele handelingen laten zien, maar het kan ontzettend veel en dan moet je gewoon maar even kijken wat het voor jou doet. Wat het voor mij doet, of wat ik van Sjoerd heb geleerd, daar moet ik heel eerlijk in zijn, is het volgende. Met deze functionaliteit kan ik lijntjespapier hier maken. En ik hou van een beetje oud lijntjespapier, dus ik maak hem geel, vind ik ontzettend leuk. En als je wiskundig bent, dan zet je ze hier en dan krijg je blokjes papier. Dat is ongelooflijk simpel, hartstikke leuk. En wat kan er dan nog meer? Hier, als je draw aangeeft en dan heb je hier een pen, je hebt hier een pencil, een potlood en je hebt hier een viltstift of een highlighter en je kan het ook allemaal nog weer een keertje uitgummen. Met de highlighter kan ik natuurlijk echt fantastisch mooie dingen doen. Ik kan van kleur veranderen en nou moet je nou toch kijken, het is niet te geloven, zo mooi. Maar wat misschien interessanter is als je wiskundige bent of je moet exacte dingen uitleggen, dan zijn daar de rulers. En hier is de ruler. Die wordt hier aangegeven. We hebben een touchscreen gekregen. Dus met twee vingertjes zet je deze liniaal precies zoals je hem hebben wil. Keurig netjes 0 graden, dus horizontaal. En als ik nu iets aan wil geven, dan gaat hij keurig netjes langs de liniaal. Dus ik kan nu heel keurig netjes een mooi kruis maken met exact 90 graden. Kan ik zelfs. Domste allerdommen. En nou ja, je ziet, ik kan hier een grid ook nog maken als ik zou willen. Ik kan het ook allemaal weer terug. Ik kan gewoon terug naar niks. En dit alles gewoon op je computer, dus live aan leerlingen kunnen laten zien. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Je schijnt er ook mee te kunnen tekenen, tekening te kunnen uploaden en dan dat te kunnen natekenen. Allemaal hartstikke lastig. Dat kan ik allemaal nog niet. We gaan aan de slag met dit programma. Het is ontzettend leuk. En dankjewel, Sjoerd. Dag, veel plezier.